Goeiedag. Na een hele zachte periode met zuidwestenwinden heeft de atmosfeer toch een wat koudere koers ingeslagen. En we hebben met winterse buien te maken. En we zien op deze foto prachtig de valstrepen door zo'n hagelbui. Die hagelsteentjes die naar beneden vallen. En ook vroeg in de ochtend zijn er vaak mooie winterse taferelen waar te nemen. Bijvoorbeeld ijshaar of rijp. Het lijkt net alsof er op deze foto een laagje sneeuw ligt. Maar dat is een berijpt landschap in het zuiden van Limburg. Nou, dit soort winterse plaatjes kunnen we de komende dagen nog wel vaker tegenkomen. Maar van stabiel winterweer is ook niet echt sprake. Zeker niet aan het begin van deze tiendaagse periode. Want we hebben namelijk met een noordwestelijke stroming te maken. En daarmee wordt relatief koude lucht over het warme water van de Noordzee gevoerd. En dat grote temperatuurverschil tussen de bovenlucht en de onderste luchtlagen zorgt ervoor dat er heel gemakkelijk buien tot ontwikkeling kunnen komen. En als er in datzelfde gebied dan ook nog eens een klein lage drukgebiedje tot ontwikkeling komt, dan kunnen die buien nog net even wat meer geactiveerd worden, wat meer samenklonteren en kan dat misschien ook wel een dun laagje sneeuw opleveren. Op donderdagochtend herkennen we ook nog zo'n lage drukgebiedje op de weerkaart. Die ligt dan ter hoogte van Denemarken en daaromheen zien we ook hoe die banden met buien krullen. Nou, dat is dus vooral iets wat aan de orde is tijdens het begin van deze tiendaagse periode. Op de langere termijn gaat er toch wel het een en ander in de atmosfeer veranderen. Nou, we zien eerst nog aan het begin van die periode dat vanaf de Noordzee die buien onze kant op komen. Tijdens het weekend komt er vanuit het oosten een lage drukgebiedje wat dichterbij. En dit is een animatie van het Amerikaans weermodel. Die berekent ook wat sneeuw bij dat lage drukgebied. En wat wel opvallend is, is dat hij van oost naar west trekt. En dat is eigenlijk een klein beetje ongebruikelijk voor een lage drukgebied. Meestal trekt hij van west naar oost over. En dat noemen we ook wel een retrograad lage drukgebied. Is vaak wel wat moeilijk te voorspellen door de weermodellen. En wat er ook gebeurt in deze animatie is dat de meeste sneeuw eigenlijk verpietert net buiten onze landsgrenzen. Dus het is nog maar zeer de vraag of we in het weekend ook nog sneeuwvlokken gaan zien. Nou, hier zien we dat gebeuren, hoe dat westwaarts trekt, maar hoe het eigenlijk buiten onze landsgrenzen allemaal in intensiteit weer afneemt. Maar wel dus zeker iets om voor het weekend nog even in de gaten te houden. Nou, naarmate dat lage drukgebiedje iets aan kracht verliest, dan zien we ook het volgende gebeuren. In de buurt van de Azoren is een hoge drukgebied aanwezig en er is nog een hoge drukgebied aanwezig wat dieper het Europese continent in de buurt van Moskou in Rusland. En die twee hoge drukgebieden die gaan proberen om een verbinding met elkaar aan te gaan. En daardoor komen wij in een zadelgebied terecht. Dat is eigenlijk het verbindingsstuk tussen twee van die hoge drukgebieden. En we zien dat hier aan het begin van de nieuwe week geleidelijk tot ontwikkeling komen. En als ik dan een lijn trek tussen die twee hoge drukgebieden, dan zie je ook hoe dat eigenlijk pal over Nederland komt te liggen. En daardoor zal het weer wel wat gaan stabiliseren. Als ik de animatie nog even wat verder laat lopen, zien we ook hoe die lijnen een verbinding met elkaar vormen en hoe wij dan echt in dat zadelgebied terechtkomen en hoe depressies, lage drukgebieden, dan toch voor een wat noordelijke koers zullen gaan en Scandinavië zullen bereiken. Nou, dat is dus de stroming, het weerbeeld. Maar wat doet de temperatuur van de bovenlucht eigenlijk? En dat is vooral voor het begin van deze tiendaagse periode nog wel interessant. Want die koude bovenlucht zorgt er dus voor dat die buien een winters karakter kunnen krijgen. Dat er dus hagel, natte sneeuw of sneeuw bij kan komen kijken. Op het moment dat die bovenlucht niet koud genoeg is, dan hebben we gewoon met regenbuien te maken. Maar we zien hoe er vanuit het noorden zo'n bel met koude lucht naar het zuiden is afgezakt. En dat zorgt dus voor die winterse neerslag. Op de wat langere termijn wordt die bel met koude lucht een beetje afgesnoerd, komt in het Middellandse zeegebied terecht. Betekent wel dat de buien daar ook stevig kunnen uitpakken. En die twee hoge drukgebieden gaan dus een verbinding met elkaar aan. En we zien ook aan de temperatuur dat door die verbinding toch wel wat zachtere lucht vanuit het zuidwesten geleidelijk weer dichterbij gaat komen. Dus dat de temperatuur waarschijnlijk wel weer een beetje gaat oplopen. Nou, en die verbinding tussen die twee hoge drukgebieden, dat zadelgebied, zorgt er ook voor dat het neerslagsignaal wat gedrukt gaat worden. We kijken nu naar de temperatuurpluim van het Europees weermodel. En daar valt op dat het weekend en ook het begin van de nieuwe week worden helemaal droog berekend. We zagen net nog wel dat lage drukgebiedje met die sneeuw. Dat is voor de zaterdag nog wel een grote factor van onzekerheid.
Nou, en op donderdag en vrijdag hebben we dan nog met die winterse buien te maken. En op de wat langere termijn dan stijgt dat neerslagsignaal geleidelijk weer een beetje. Nou, als we dan nog even de temperatuurpluim erbij pakken. Eerst dus nog dat relatief koude winterweer. Overdag temperaturen net iets boven het vriespunt. In de nachten iets daaronder. En op de wat langere termijn gaat die zuidwestenwinter misschien wat weer inkomen. En dan gaat de temperatuur geleidelijk een fractie stijgen. Maar er zijn ook nog wel een aantal leden van de pluim die dat koude winterweer nog even vasthouden. Dus het is nog maar even de vraag hoe de temperatuur tegen die tijd gaat uitpakken. Maar eerst dus nog koud wintermeer met winterse buien. Daarna komen we in een zadelgebied terecht en gaat de neerslagkans een stuk verder afnemen.